Discrete diplomatie en delicaat topoverleg. Duidelijk dat onze boodschap naar de Spanjaarden gericht moet zijn. Manipulatie, strategische sms'jes en Belgische sluwheid op Europees topniveau. Dat Yves Leterme toch ook moet bellen vanavond naar Zapatero om te zeggen dat er nog marge is voor het onderhandelen en dat er niet mijn nee toekomt. In de keuken van het compromis, volgende keer in Docs.